Hoi allemaal, vandaag laat ik jullie zien hoe je een 3x3 piston deur maakt in Minecraft. Vergeet niet te abonneren voor meer Redstone Minecraft video's. Laten we maar gaan beginnen. Wat je eerst doet is je plaat een observer. Daarna plaat je een blok. Oké, niet zo'n blok. Maar zo. Oké, en dan wat je naar daar moet gaan doen is, je hebt hier een dropper, daarna plaats je een blok, daarna plaats je, nee, hier, daarna, hier plaats je een blok, hier plaats je redstone boven, hier plaats je een, weer een observer boven, hier weer een observer, hier twee dingen, twee sticky pistons, daarna plaats je hier, drie iron blokken. Zo, voordat we niet gaan vergeten. Natuurlijk bijna het belangrijkste, dat alles werkt. Dit, dan kan dit. Maak die aan. En daarna hier een redstone. Daarna moet je hier een observer plaatsen, die naar boven aan het kijken is. Daarna hier drie sticky pistons. En daarna heb je dit zo. En daarna moet je die gaan breken. En daarna heb je dit. En daarna moet je zo erboven gaan plaatsen. Daarna hier een observer. Wat je daarna moet gaan doen is, wat was het ook alweer? Ah, natuurlijk. Je plaatst hier een double piston extender. Zo. En dan plaats je hier een blok. Hier een dropper. Hier een dropper. En dan plaats je hier een observer. Hier plaats je een redstone. En daarna plaats je een blok boven die redstone dust. Daarna plaats je hier observers die kijken naar die redstone dust. Zo. Wat je daarna doet, dan plaats je dit. Zo. Daarna heb je dit. Wat je daarna gaat doen is, gaat hier twee plaatsen. En daarna wat je moet gaan doen. En daarna moet je hier een lever plaatsen. Oh, daar heeft iets niet gewerkt. Oh, natuurlijk. Hier zijn we bijna het vergeten. Hier nog een observer. En dan zien jullie. Dat alles. Werkt. Nou, jongens, dat was het voor deze video. Ik hoop dat je abonneert op dit kanaal. En ik zie jullie in de volgende video. Doei!